Goedendag dames en heren, welkom bij Boating België in Nederland. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe wij bijvoorbeeld de staartolie vervangen op onze boot. Nu, staartolie is een van de gemakkelijkste vervangingen dat je kan doen op een drive zoals wij die hebben. Of dat dat nu binnenboord of buitenboord is, je dient dat minstens om het seizoen één keer te doen. Waarom? Omdat de drive zich onder water bevindt. Nu, wanneer de drive zich onder water bevindt, lopen we het risico als er bepaalde pakkingen het niet meer goed doen en bepaalde dichtingen het niet meer goed doen, o-ringen enzovoort, dat natuurlijk er een lek ontstaat. Nu, wat beschermt de staartolie vooral? Wel, hier in onze drive zit onze koppeling van onze boot. Nu, wat is daar het grote probleem mee met die koppeling? Ja, je hebt olie nodig om die koppeling te smeren. Nu, als daar water bij komt, dan gaat die smering niet goed meer zijn. En dan kan je dingen stuk maken. Hè. Er gaan dingen kapot. Nu, daarom ook bij een binnenboordmotor. En vervang regelmatig de koppelingsolie. Nu, bij dit moet je dat minstens eenmaal elk seizoen doen om zeker te zijn dat er geen water bij komt, hè, dat er nergens een lek is. Bij binnenboord minstens om de 3 jaar, hè, zou je dat toch wel eens moeten gaan vervangen. Hè. Als je de olie in de koppeling nooit vervangt, dat is nooit positief uiteraard. Nu, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we hier dat vervangen? We hebben eigenlijk drie toegangswegen naar onze staartolie. We hebben hier beneden, de benedenzijde hier, ik laat jullie daar even wat beelden van zien, hebben wij er eentje. Dan hebben we bovenaan, jullie zien dat niet, dat is uit het beeld, maar hier even een beeld bovenaan, bevindt er zich nog een toegang op de staart. En dan bevindt er zich nog bovenop de staart. Bevindt er zich ook nog een toegang. Dat is eigenlijk een oliepeilstift voor de staartolie. Bijna niemand gebruikt het, maar als je een lek hebt, zoek daar dan ook. Hè. Als er water naar binnen komt. Zoek daar dan ook. Dus ja, hè, je weet, dat kan ook gaan lekken. Hè. Ook al gebruikt niemand dat. Nu, wat heb je nodig? Nu, dat hangt af van drive tot drive. Hè, want de ene boot uiteraard is niet de andere. Nu, wat hebben wij nodig? Wij hebben een Mercruiser Alpha One generatie 2 staart. We hebben twee van deze nodig, twee staartoliebussen van elk 1 liter hebben wij nodig. Blauwe staartolie zat bij ons. Je hebt nodig een pompje, die zijn er niet bijgeleverd, dus apart kopen. En wat heb je natuurlijk nodig? Een oliebad om het te gaan opvangen, uiteraard. Hè. En nog een extra vodje, want ja, als dingen beginnen lekken enzovoort, dan moet je dat kunnen opvangen. Hè. Normaal gezien, daar heb je mee voldoende. Je moet natuurlijk ook zien dat je een schroevendraaier hebt waarmee dat je alles kan openen. Wat is er ten eerste van belang, vooraleer dat je begint? Dat is, moest je de impeller nog willen vervangen, doe dat dan nu. Alvorens dat je de staartolie vervangt, waarom? Dan moet de staartolie er sowieso uit. Die moet weg. Dus je moet sowieso, wanneer dat je een impellerpomp vervangt, moet die staartolie eruit. Hè? Want anders is die verloren. Ja, je gaat die kunnen opvangen, maar gaat die even clean er terug ingaan? Hè? Dat weet je niet. Hè? Dus zorg ervoor, eerst impeller vervangen, dan de staartolie. Nu, hier hebben we de bovenste. En hier, ik weet niet dat jullie dat zien. Ja, jullie zullen dat niet goed zien. En bij de onderste nu. Je kan perfect volgen. Dat is geen enkel probleem. Je moet dat ook niet altijd zien. We gaan starten met altijd de onderste te openen. Nu moet je goed opletten. Dus vanaf het moment dat de staartolie begint te lopen, die is blauw. Die is heel donkerblauw. Wanneer dat hier melkachtig uitziet, dus wit uitziet, dat wil zeggen, water zakt. Water heeft een grotere diameter. Die is altijd zwaarder dan de olie. Die zakt naar beneden. Nu, als dat het geval is, dat die melk er melkachtig uitziet, dat wil zeggen dat een van de pakkingen niet meer werkt. Hè. Dat kan zijn hier, hier achter de koppeling, dat kan overal zijn. Hè. Dus dan moet dat allemaal worden nagekeken, dat alle dichtingen, alle pakkingen, alle o-ringen nog goed zitten. Hè. Want dat wil zeggen, er komt water in. Dat is een foute boel, dat moet je oplossen. Zo simpel is het. Nu, daarom heeft het een melkachtige kleur, dan is er een probleem.
Normaal is die donkerblauw. Jullie zien dat nu niet, maar bij ons is de staartolie momenteel mooi blauw naar beneden aan het stromen. Nu is het wel de bedoeling dat je natuurlijk hierboven het ventieltje open zet, want anders komt niet alle staartolie eruit. Ja, het probleem is, als een boot onder water altijd ligt, ja, er gaat altijd wat corrosie zijn, dus dat gaat altijd moeilijker gaan. En dan moet je dat er gewoon laten uitlopen. Dat is eigenlijk belangrijk. Laat dat er gewoon rustig uitlopen. Nu. Wanneer je dat gedaan hebt, heb je er twee. Je hebt een korte en je hebt een lange. De korte bij ons. In ons geval is van boven, de lange is bij ons beneden. Ik zeg het maar, moest je... Je gaat ook oorringen hebben. Momenteel, de oorringen bij ons, die hangen er nog in. Die zijn nog goed. Maar moest het zijn dat die oorringen niet meer goed zijn, vervang die dan. Dus normaal gezien ga je die sowieso om de 3 jaar vervangen. Wanneer dat je een impeller replacement kit koopt, in ons geval worden die eigenlijk vervangen. Waarom? Bij de impeller replacement kit zitten 2 o-ringen die u kunt gaan gebruiken. Hè, voor die te vervangen, dat die weer goed afsluiten. Hè, ik zeg het maar, moest u zich afvragen waar kan ik die krijgen. Maar bij deze boot zitten die bij de impeller replacement kit bij. Nu, oké. Terwijl alles er aan het uitlopen is. We hebben hier ons pompje. We gaan dat even voorbereiden. Nu, wanneer je de bescherming eraf draait, dan heb je hier schroefdraad. Nu, bij die pompje komt er ook nog een verlengstuk bij. Met een ijzeren verlengstuk om eigenlijk dat te gaan zetten op de onderste straks. Maar, en nu komt er een heel grote maar, dat kan zijn dat je dat verlengstuk niet nodig hebt. Wij hebben dat verlengstuk niet nodig. Dus wij kunnen dit er gewoon indraaien en het is klaar en we kunnen starten met pompen. En maar moest je een andere grootte van schroefdraad hebben, dan gebruik je uiteraard die grootte. Zorg dat het pompje wat gecleaned is van binnen, dat we geen oude olie erin duwen. Want natuurlijk, als er wat water in komt en je kent dat, is niet zo goed. Dat willen we net vermijden. Oké, het lopen is min of meer voorbij. Alles is eruit. Het loopt nog een klein beetje, maar het zijn kleine restjes. Dan kan je nog uren wachten wanneer dat stopt. Dus wat gaan wij doen? We gaan eigenlijk onze... Dus ik heb alles eigenlijk aangesloten op de bus. Laat alle ventilatie open. Dus dat wil zeggen, laat zowel deze natuurlijk, want die hebben we nodig voor te pompen, maar laat ook de bovenste ventilatie... het bovenste ventilatiegat, laat dat open. Waarom? Omdat we dat gaan nodig hebben om alles naar boven te pompen. Hè. Wat doen wij? We gaan dat erop zetten. We gaan die erin draaien. Hè. Dus we gaan die erin draaien. Momentje. Even andersom. Ja, want ja... We gaan, want dat is met de schroefdraad, dat we dat er allemaal moeten gaan opzetten. Voilà. Oké.
die zit min of meer vast. Nu, wat ga ik dan doen? Nu dat, dat gebeurt, wat ga ik doen? Ja, ik ga gewoon beginnen pompen. En ik ga op deze manier staartolie pompen. Nu, hier ga ik het heel even van mezelf overnemen. Om de heel simpele reden dat... nu ben ik eigenlijk staartolie aan het pompen. Je moet dat rustig doen, dus je drukt hem, het pompje in, je laat die zelf terug naar boven komen. Nu, wat gebeurt er eigenlijk? Het seizoen ervoor, wanneer dat we de staartolie hebben gepompt, hadden wij 1,2 liter nodig om hem op te vullen. Maar er is eigenlijk zeer veel olie verloren gegaan, omdat, ja, met ons geklungel. Nu, om deze reden, eigenlijk gaat er iets minder dan 1 liter staartolie in de staart. Nu, dat verwachtte ik niet op dat moment, omdat we altijd iets meer nodig hadden. Dus ik was eigenlijk ondertussen tijdens het pompen al de volgende bus staartolie was ik aan het voorbereiden. Nu, ik raad jullie nog altijd ten strengste aan wanneer dat je zo krap zit, hè, dus dat je net 1 liter staartolie nodig hebt. Koop altijd een tweede bus, want het kan zijn dat je dus nodig hebt. Maar wat is er dan daarna gebeurd? En dat is waar we meteen op gaan inpikken. Terwijl dat ik eigenlijk de volgende staartoliebus aan het bekijken was, spoot eigenlijk en liep de staartolie er met een enorme hoeveelheid uit bovenaan. En dus ik heb dat niet kunnen filmen van in het begin dat het eruit kwam. Nu, wanneer dat het daaruit komt, dan is jouw staartolie volledig op peil. Nu, wat moet je dan doen? Wanneer die op peil is, dan moet je eerst de bovenste schroef, de bovenste afdichting vastzetten en dan de onderste. En dat is wat ik hier ga tonen aan jullie. Oké, momenteel ben ik er zo. Dus ik heb er maar 1 nodig gehad, raar genoeg. Dus wat is het volgende dat je dan snel moet doen? Dat is deze gaan afsluiten. Ik ga nog even doorpompen. Dan sluit ik hem af. Oké. Dus die is afgesloten. Nu, wat is het volgende dat je moet doen? Nu gaan we die hier beneden moeten gaan afhalen. Hè. Nu, dan gaan we zeer snel moeten te werk gaan, uiteraard. Oké, het is altijd normaal dat er wat verlies op zit. Maar ik zat zeer snel boven, naar mijn mening. Ja, dat kan, hè. Ik weet nog, vorig jaar was er heel veel verloren gegaan. Maar ja, ik had nog eens gepompt voor de zekerheid. Oké, het is in orde. Dus zo verander je de staartolie. Heb je een reservoir boven? Vooraleer dat je start, vergeet niet om het reservoir om die af te sluiten. Nee. Want anders
staat de kei, want anders loopt dat leeg. Dus vergeet dat zeker niet af te sluiten. Dus af te klemmen, je ziet dat nog op het internet, dat men dat afklemt. Wees er zeer voorzichtig mee, want als natuurlijk de klem te hard klemt en er komt een gat in, dan is dat natuurlijk niet erg positief. Maar zo zou je normaal gezien de staartolie moeten vervangen. En dat heb ik net laten zien, hoe je dat doet. Dus op het einde, eerst van boven, dan beneden. Dat is normaal dat er wat uitloopt. Niets van aantrekken. Pomp zeker nog eens door. Hè. Zoals ik heb laten zien, zolang dat je zeker bent dat alles er zoveel mogelijk goed in zit. Oké, dames en heren, even nog iets wat ik kwijt moet. Dat gaat eigenlijk over, stel u voor, u heeft ook zo'n eenzelfde soort staart zoals wij hebben en u wenst toch het oliepeil na te meten, dan kan u altijd op de staart, daar zit nog een schroef, zoals dat we in het begin zagen, en dat is eigenlijk een oliepeilstift. U kunt die losdraaien en u kunt dan uitmeten hoe hoog het oliepeil is van de staart. Nu, wij hebben dat gedaan en wij hebben gezien dat het oliepeil perfect is. Maar u kunt dat dus nameten. Hè. Nu, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie op het water en op zee vaar veilig.